Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer bijna kerstmis en Breda is weer omgetoverd tot een winterwonderland. En wij vragen ons af, hoe brengt de Bredanaar zijn of haar kerstdagen door? Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Werken. Helaas, ik ben de ijsmeester hier en ik moet zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Met familie en met vriendinnen. En gaan jullie dan gezellig met z'n allen ergens eten of een uitje doen of zo? Wel thuis eten, maar de eerste kerstdag dus met familie thuis eten. En de tweede kerstdag met allemaal vriendinnen bijeen thuis eten we daar en daarna op stap. Ik ga uit eten met familie en surprises met kerst. Met mijn ouders. Ja, het is natuurlijk nu maandagochtend, vroeg in de middag, dus het moet allemaal nog een beetje op gang komen. Maar het ziet er wel gezellig uit hier. Ik wist niet dat het zo, eigenlijk voor het eerst dat ik hier in Breda ben, maar ik wist niet dat het zo'n leuke binnenstad is. We zeiden het net nog tegen elkaar, dus best wel grappig. Wij gaan gewoon lekker thuis blijven met de kinderen en de kleinkinderen. Samen koken, een leuk spelletje doen. Gewoon gezellig met z'n allen bij elkaar. Dat doen wij met kerstmis. Ik ga deze kerst vieren met mijn familie en met mijn vrienden. Met mensen die ik al een tijdje niet meer heb gezien. Gezellig samen wat eten, wat drinken. En zo de dagen doorkomen. Breda Nu. Je weet het meteen.